voor de zo belangrijke toernooien die straks gaan komen. De zo belangrijke evenementen die u natuurlijk allemaal kent, want u bent natuurlijk supporter, u bent natuurlijk aanhanger van dit Nederlands team. Geweldige belangrijke zaken staan ons dit jaar te gebeuren. Waarom niet, Arnold? Want wat dacht u van de pre-Olympics straks in Rotterdam? De pre-Olympische kampioenschappen waarin wij ons moeten gaan proberen te kwalificeren voor Barcelona, voor de Olympische Spelen. En net een veel uren insteek. Barcelona 1992, de Olympics. Daar willen wij natuurlijk als Nederlands volleybalteam gaan schitteren en daar willen wij graag gaan winnen. Zo'n clinic is dan ook helemaal geïntegreerd in uitgevochten huis. Buiten de zwarte kaart is met ons 100 gulden per stuk. En ze staan nog in rijen voor de deur, dus wie binnen is, heeft weer geluk gehad. Ik wil graag welkom heten. Het Nederlands team natuurlijk, maar dat is wel duidelijk. We hebben onze wethouder van sportzaak hebben we in Stolken aanwezig. Met gemeentesecretaris, allerlei genodigden van Nationaal Nederlanden. Hartelijk welkom en genodigden van onze onvolsprekende sponsor. Uit Oskam, vandaar Oskam. Goed doet hij dat, hè? Ja. Met nummer 59 speelde Rogier van Keul. Nummer 45, Rob Blikkendaal. Het beest van de club heb ik begrepen. Nummer 50, Barry de Korte. Hij heeft voor deze gelegenheid een nieuw shirtje van de sponsor gekregen. Nummer 2, Jan Levenburg. Met nummer 55, Pierre Blok. Nummer 48 is Gustav Bos. Ben je in de gaten houden, Gustav? Dat is al lang, hè? Dan ben je er aan. Nummer 63, Danny van Keul. En dat was nummer 46, Arno van Barneveld. En deze mensen hebben een geweldige coach, een geweldige trainer. Ik stel hem even aan u voor, Jan Verburg. Ja, dames en heren, en dan het Nederlands team. De man met de snelste arm van de wereld, dat is echt waar. De toekomst van het Nederlandse volleybal ligt voor een belangrijk deel in zijn handen. Na de Olympische Spelen zal zijn grote voorbeeld, Avital Sellinger, misschien wel in het buitenland spelen. En dan is hij verantwoordelijk voor de setups. Nummer 2, spelverdeler Arnold van Rijn. Een van de vaste klasse avontuur, ondanks echt gigantische aanbiedingen, tot na de Olympische Spelen uit te stellen. Want hij zegt, prioriteit voor mij is Nederland, is Oranje. Dames en heren, nummer 8, Roos! Hij heeft er een boek die een uitgever is die geïnteresseerd is. Dan horen we dat natuurlijk graag. De weg terug na een knieoperatie is al wel weinig kans. Die is er razendsnel. En die pakt alles. Prachtige bal aan. Wel was. Is
hier een beetje laag, dus je moet daar rekening mee houden. Nou, hoi, ik speel ook. Nee, groen. Ook in kompas. Zo, medium speed. Alles wat we hebben gedemonstreerd, weer terug laten komen. Zodat u het allemaal heel goed kan zien. Dit is dus volleybal. En volleybal op een verschrikkelijk hoog niveau. Dit is een leuk spelletje doen. Zo een beetje met de bal en je hoort ze elkaar aanmoedigen. En denk erom dat er ook een geweldige rivaliteit is hoor. De jongens en meisjes natuurlijk gelijk gescheiden. Zo werkt dat.
36, Manny Kruijdenloop. Even kijken, wie gaat daar, wie gaat daar? 76 mensen, en kan u voorstellen? Dat heb ik niet op mijn lijstje staan. Oh, wat hè? Waarschijnlijk Femke. Is dat Femke? Ja? Oh ja, of niet? Bijvoorbeeld. En die mini mag ook de moeder meebrengen. Eén uur per week. Maar ze spelen competitie, denk ik. Ja, dat is pupillen. Pupillencompetitie. Dus ik mag eigenlijk geen minis zeggen. Dit zijn eigenlijk de pupillen, denk ik. De leeftijd van de minis hebben ze dan. Ze hebben wel de leeftijd van de minis. Wat ons opvalt, direct al, want wij zien natuurlijk nog wel wat minis. Dat is dat ze goede techniek hebben. Dus je speelt zelf, denk ik ook. Ja, al 15 jaar. Ja, dat dacht ik wel. Ellie, help eens even met de namen. Wie zijn dit? Oh, dat is Arie. Arie Eintjes. Die kleine hier, dat is Paul Den Hartog. Deze oefening heeft een hele belangrijke functie. We willen ze namelijk opvangen. En dan moet je een beetje soepel zijn. Kijk, zoals... Je moet een beetje soepel zijn, zei ik, zoals Paul Den Hartog was. Adieu. Oh, en dan gaan we bij de dames. Bakken en rollen. Goed, meiden. Come on. Oh, jongen. Let's go. Doe je best. En meneer Verhouwen en meneer Mortens kijken wie de beste is. Nummer 7, die is heel goed. Een hele goede mini. Nummer 7. Wie is dit in loping? Ja, Oskam die kan de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Perfect. Niet zo hard hoor, Edwin. Zo, goeie dag. Mooie bal. En dan heb je al gekeken naar de staart. Is er iets moois erin? Kijk, Patrick die zegt laag zitten, zie je? Dan kan je nog goed spelen. Ja, dat is een hele mooie bal, hè? Hoor. Jongens, let even, daar gaat Paul weer. En rollen bal. Bijna bal. Over je schouder, spelen en rollen. Hij is lekker. We doen hier niet. Kijk, Patrick doet het nog even voor. Waar is Marielle? Marielle de Korte, waar is die? Marielle, kom eens even erbij, joh. Daar is ze nog. Marielle is de trainster van de meisjesgroep. In competitie. En dit soort oefeningen, doe jij die ook? Rollen wel, ja. Rollen wel. Vertrouwd maken met die harde vloer. Maar je speelt zelf ook, denk ik. Ik speel zelf ook. In, dames? Nee. In het eerste, ja. Even een vraagje nog. Maar dat is... Kijk, als je dit nu zo ziet, hè, dat rollen, hè. Heb je nou de indruk dat je voor de pauze, naar die jongens hebben gekeken, dat je daar wat aan hebt, dat je dat die kinderen ook kunt leren? Ja? Ja, maar we zeggen die zelf ook helemaal gek op rollen, hè Wim? Waar is Wim? Wat twee dochters heb, zo'n beetje in deze leeftijd denk ik. Joyce en Lynn. En Avital toch ook wel in de tuin. In Meidrecht woont in de tuin, een beetje slaan op de Meidrecht ook. Een beetje trainen met Joyce en Lynn, hè Av? Ja, en wat we niet weten is dat Avid dan ook weer zo weer. Dan is hij keihard ook op aan het slaan. Op tal. Hoe oud is die, ja? 18 maanden. Maar Avid is niet kinderachtig, want als hij een foutje maakt, niet erg. Mag hij push-ups, 30 push-ups als het al een foutje. Ja, mensen. Het leven is hard.
Kijk eens, dwars joh. Kijk jongens, 1 minuut Oscar. Oscar gaat naar de violen. Gaat eerst uit. Pierre Blok is luid. Pierre, dat klopt niet. Pierre, die rolt niet. Jawel, heel goed, Pierre. Hij gaat lekker, jongens. Kom aan, mannen. Even tempo, even goed op de target. Even rollen, even warm worden. 200 spelen en dan gaat hij echt lekker. Heel goed, prachtig spel. Ook zie je dat, is een goede ploeg. Het is een geweldig team, dit. Even aan de andere kant, jongens, even daar ook laten zien aan het publiek. Van dichtbij is het lekker. Daar komt hij. Heel goed. Osman LVV. Alles naar de target, jongens. Alles precies de target. Avitate, Sen is de target. Heel goed gespeeld. Hij gaat lekker. Avita en wel blijven rollen. Wel blijven rollen. Kijk, zag je dat? Die man 45 rond Blikkendaal. Hoopt niet. Hij heeft donder die rond. Heel goed. Twee handen spelen. En kijk uit, jongens. Wat anders dan krijg je zo'n verschrikkelijk hoog stemmetje. Niet duiken maar rollen, niet duiken maar rollen, niet duiken maar rollen. En ook als je die makkelijke bal toch rollen, jongens. En dat is zo lekker van Osman. Berger. Ja, dat kunnen ze, dat kunnen ze. We gaan het even een beetje moeilijker voor ze maken, vanuit de hoeken. Weet je wat, dat is de minis. Maar ze kunnen rollen, die gasten, ja. Ga dit eens. Goed gedaan, hoor. Twee jaar spelen, jongens, let daar nog op en rollen nou nog. Gaat goed. Ah, ze moeten zaterdag pas weer competitie spelen, dus dan zijn die wonden al lang dicht. En rollen, jongens, kom aan. Hij is lekker, hij is lekker. Kom aan, let's go, let's go, let's go. Perfect. Kostel. Nou, ik weet niet of de tegenstander van zaterdag per ongeluk in de zaal zit nu. Jullie kunnen het schudden. Ja, geen kans tegen deze ploeg. Gedoodverfde kampioenen van de tweede klas. Even daar laten zien, jongens, nog even heel snel. Van dichtbij. En Jan die zit met de camera, want die wil het allemaal vastleggen. Die kan dat natuurlijk allemaal nog eens even de jongens laten zien. Maar het gaat geweldig. Ik moet zeggen dat we nog nooit zo'n rolploeg gehad hebben. Als deze jongens. En ze hebben er zin in. Ze gaan ervoor. We zijn helemaal uit de dak. Hoppata. Heel goed jongens. En go. En tempo. En gaat lekker. Denk aan de target. Denk aan de target. Heel mooi. Perfect. Perfect. Wat krijgen we? Wat krijgen we? Up and down, Ronnie? 5 up and down, mensen. We kennen dat oefening hier nog wel. Iedere speler krijgt 5 ballen. Speelt met 2 armen rond of terug naar de achterlijn, krijgt de volgende bal. En zo 5 keer achter elkaar. Dus de eerste speler is 5 ballen. En daarna de volgende pas. De rest even is weg. De eerste 3, nummer 46, daar staat hij. Hoppa, goed. En rollen en terug naar die achterlijn en je krijgt de volgende bal, jongens. Kom aan. Kom aan, jongens. Een beetje tempo, jongens, want dat gaat veel te traag. Heel goed. Ga door, ga door, ga door, ga door. Perfect, perfect, perfect. Klasse gedaan. En dan ga je aan 2 armen spelen en dan gaat het lekker, hij gaat lekker, hij gaat lekker. Geweldig, jongens, geweldig. Goeie proef, hoor. De volgende zijn dan in de bal. Met 50 Perry de Korte daar. Met nummer 55, ik had gezegd dat hij lui is, maar ik neem het terug, Pierre Blok. En 63, Danny van Kuil. Jonge speler nog. Maar wel een tandje, hoor. Lekker Danny, goed jongen. Gouden toekomst, die Danny. Wissel, volgende 3. Hoppa! Maar dit even krijgt een lol in, want je ziet dat dit een goed groepje is. En de jongens die zijn goed gemotiveerd. Die gaan er goed. Met uitzondering dan natuurlijk van Rogier van Kuil, want die denkt, doe even een klaar, Rogiertje, lekker bal, jongen, goed. Oké, prima. Goed, even daar, van dichtbij, up and down.
volgende bal, goed gedaan. Hard gewerkt. Blijf rollen, blijf rollen, blijf rollen, jongens. Ga niet duiken, want het is juist dood is goed. En nog één, in de laatste. Goeie bal. Oh, wel gedaan. Jan Verwij, nummer 52. Wat een kanjer, hè? Heel goed, Jan Verwij. Als je zou kunnen spelen als ze rollen, dan krijg je een zwaarslag. Pierre weer, Mark is hier, Pierre. Oké, Pierre. Klaar jongens, niet smokkelen, terug naar die achterlijn jongens. Goed. Geweldig. Ik ben benieuwd hoe ze straks wat finger 1 doen. Mooie bal. Blijf rollen hè mannen. Nu gaan we even finger 1 doen. Ja, Rolf Werven legt het even uit, want je moet met dat achtje namelijk, als je de bal gespeeld hebt, met twee armen, dan moet je achterom, als je niet achter... Nee, niet via de kleedkamer. Jongens, doe het even voor spelen. Kijk, dit is Henk Jan doet. Even voordoen, jongens. Even heel snel Arnold, Henk Jan en Ronnie even voordoen. Jongens, kijk, je speelt. Je speelt, je rolt en je gaat achterlangs. Kijk, Henk Jan gaat achterlangs, Ronnie gaat achterlangs en Arnold gaat ook achter. Zo. Zo krijg je dus een finger eight, jongen. Ja? Oké. De drie man, de rest eventjes aan de kant, dat ze de ruimte hebben, daar komt hij. Nummer 45, hij barst van de zenuwen, dan gaat hij rollen. En achterlangs, achterlangs. Juist, en ze hebben het gelijk al door, zie je wel. Finger 1, AA Oskam Elverwee. Goedemorgen. Blijf achterlangs gaan, jongens. Blijf achterlangs gaan. Denk aan je troon. En je brug en zo. Ah, perfect hoor, perfect. Volgende drie. Berry de Korte. Voorop Rogier van Kuil daarachter. Daar gaat Rogier. En de man met 46. Arno van Barneveld. Oh, oh, oh. Even opnieuw, jongens. Even concentreren, Arno. Oké, okay. Daar gaat hij, Arno. Achterlangs, volgende bal, Arno komt hij aan. Kom aan, let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, kom, die gaat door, jongens. Nooit ophouden, doorgaan. Kom op, wat is dit? Kom aan, en rollen. En goed, en rollen, jongens. Wel blijven rollen, jongens. Want... Niet dat wij weer gedoe, hè Arno? Goed. Hoppa, kijk eens. Ja, perfect. Moe, Arno, moe. Wel van mij. Gustav Bos, kijk eens naar. Kijk eens, wat een atleet. Wat een atleet, Gustav. Wat een mooie man. Spieren. Mooie man, Gustav, hè? Waar zie je nu op, ja? Van de mevrouw wel heel erg. Ja, even opnieuw, Gustav. Concentratie, jongen, kom op. Ja, het is even wennen, maar als je hem door hebt, vind je hem lekker. Kijk, kijk, Gustav, volgende bal. Lekker gespeeld, blijven rollen, jongens. Blijven rollen, target, target. Kom on, let's go, let's go, let's go. Moedig ze aan, mensen, moedig ze aan, dan komen ze. Willem, doe je er even eentje voor? Nou, doe er even eentje. Dat was geen Willem, even een paar knietjes. Dat is niet nodig. Ah, komt er ook. Sleutels weg. Eentje. Ah, goeie bal. Nog één om af te leren. Nog één om af te leren. Ah, geweldig Willem. En even van dichtbij, finger 1. Maar het tempo. Hop. Oh, oh, oh. Een zootje, een zootje. Mensen, we moeten even helpen, want dat gaat niet zo. Moet even helpen. Maar even meetellen. Ja? 15 ballen, maar even allemaal meetellen. Dat helpt, dat stimuleert ze. Dus even meetellen, ja? En dan ga je. 1, 2, 3, 4, 5.
een foutje maken, is dat erg? Nou ja, hè? Mogen ze gewoon opnieuw. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ik zou rollen. 9, 10, 11, 12, 13. Ah, jammer jongens. Hey, 13. Daar ga ik niet, pak je gewoon nog een keer. Bij je tempo. Dezelfde nog een keer, ja, bij 14 ging het fout. Ja. Maar ze werden, daar gaat het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En de laatste jongens. En deze op telefoon. 1, 2, 3, 4. Oh, jammer. 5, kom op, Danny. 6, 7, 8, 9, 10, Danny. 11, 12, 13, Danny. 14, 15, ja! Hele grote bossen, heel goed. Goeie ploeg, we gaan even kijken of ze kunnen aanvallen. Die 63 links. Ja, dan weten we dat straks. Met handen, de blokkering. 50. Oma. Stof net vast. Even mijn arm in te lenzen. 46. Links. 63. Ja. Mario, die zit dat te bekijken, want die moet straks het team gaan samenstellen. Welke drie spelers van Oranje gaat straks. Gaan straks spelen tegen Oskam LVW. Ah, Oskam Assurant. Wie gaat dat doen? Ik ben benieuwd wie Mario uit de hoed gaat over. En ze willen wel hoor. Klasse jongens. Goeie ploeg. Zou zo een stafeltje kunnen? Een stafeltje kan het ook. Zeg het wel hoor. 5 was, chic idee. Dat was een 11. 22. Perfect. Zit die hoog, hè, die gozer, hè? Oh, ja, dat is wel een vraag staan, hè. Niks gebroken. Daar komt hij al. Jongens, kom aan, jongens. Die tweede man, die eerste aan. En die tweede gaat eromheen en hoog en pakken. Kom op. Mario, good team, hè? Very good team. What do you think? Oh, maybe the future of our national team. Goed morgen, Jan-Ja. Future Oranje. Kom aan, Jan-Ja. De baas ziet het in je zitten. Zo is Patrick de Reus er ook bij gekomen op te klimmen. Oké. Staffeltje aan de andere kant. Ex-left. Wordt dit ex-left? Streven. Ja, hop. Jongens, kom op, knallen. Juist, dat zijn ze. En dat hebben die handen. Goed, ja. Kom aan, jongens. Blijf hangen, die eerste tempo, mensen. Kom op. Er iemand een beetje zuurstof voor Gustav. Hey.
Excellent. Stapeltje van is voor Oscar Elvever. Geen probleem. Perfect. Ja, applaus. Dank u wel. Ja, hij was er nog niet. Let op jongens, achter die drie, hè. Kom aan, hè. Ah, kom op, hoger. Springen. Hoppa. Kom aan, jongens, je moeilijk weet ik, maar springen, kom op. Go. Goed. Mannetje achter de drie, komt ie. Jawel. Heel goed, die andere wijs, de man achter de drie. Kijk eens, hele mooie bal. Benny, die wordt er 52 in de gaten houden, joh. Die mikt op. Ja, goed hoor. Benny van Kuil, echt een talent. Heel mooi. Heel hard gedaan, jongens. Heel goed.
koos expres op de tribune. Doet het zeer? Thank you.
15-4. Oh, dan heb je gewonnen van Oscar Elvenveen. Hartstikke moe van geworden.